laatste voor de spurt. Een koninklijke spurt. Een koninklijke spurt. Dankjewel Julien voor de frappante info van Heet Zandenhout. Zeven leiders die zullen spurten. Johan Vermet, Siska Anika, Maron Wouter de Vrouw. En zijn gezelschap Seppe Verschuren van twee mannen met een dassenhulling. Die sowieso niet in aanmerking komen voor de titel. Wie draait hier als eerste uit? Wie wordt kampioen van België bij de elite renners? We kijken naar het gehouden afstand achter de naderafsluiting. Veilige haven. Verge aankomst, daar hopen we op. Wordt het hier een spurtje om te sluiten, om kleine vingers af te likken. We zijn benieuwd in die slotfase, in die aangemoedigende slotfase van een wedstrijd die ons komt begeesteren, die ons komt veropvrolijken. Onder een stralende zon, maar waar zijn de renners, maar waar zijn onze zeven leiders die hier straks moeten uitdraaien in de laatste bocht? En wie trekt de spurt aan van nu? Wordt het zeggen van Juren. Hij zal ver met de spurt ingezet. We zien op er weer. Ik moet even typen. Wordt het zeggen van Juren. En de spurt. Het is zeggen van Juren. Het is ja. Dat werd een finish. Het is zeggen van Juren voor Johan van Wetsel. Ik kan het niet anders verwoorden. Maar ik wacht op de uitslag van Wetsel. Dat was een goal finish. Dat was een millimeter spurt, dat was een koninklijke spurt, dat was een spurt van vingers en de van achter. Maar Paard van Ede verhouden, want de massaspurt van het peloton. En nu op de ringen. En dan kan Jordi Olivetse, de man met de nummer 3. Schitterend vertoon, hier stopt vertoon van de boven te pakken. Met een fantastische winnaar. Hij heeft de laatste titel, de Marokkanen uit het Westen Amsterdam. Overgekomen van Oudrijven. Fantastisch rijden, stijlste flyer, zo kunnen we het noemen. Zet bij Verschuren, wij verwachten hem hier straks. Rond de klok van 6 op het podium voor de Gunde. Het groen, kussen en parelwater. Zet bij Verschuren, hij verwachten hem.